Hallo stelletje sappige frikandelletjes van mij. Eventjes gauw een hele korte update. Ik heb zojuist voor het eerst in de gehele geschiedenis van Serpent Gameplay, meer dan 6 jaar YouTube, mijn allereerste YouTube Community Guideline Strike in ontvangst mogen nemen. Ik was voor zo'n beetje de tweede keer ooit aan het livestreamen op YouTube. Want ik denk, hey, laat ik een keer iets doen wat je achteraf dat meteen als volledige video op YouTube kan staan. En ik moest nog heel even gauw een paar dingen doen. Waaronder 2 frikandellen eten en de thumbnail maken voor de Minecraft video die nu ook online komt. Toen zocht ik op Granny Dentures. Ik wilde een foto van een oma met een gebit in. Maar blijkbaar is er een hele categorie porno waar oma's mannen pijpen zonder kunstgebit in. Daar kreeg ik opeens het hele beeldscherm vol van te zien voor een hele 1 seconde. Iemand heeft dat aangegeven voor seksuele content en momenteel op mijn kanaal 1 Community Guideline Strike. Die dingen kan je rebuttelen, dat je gewoon zegt van, hey, maar fuck jou, dat was helemaal niet waar. Ik heb dus gezegd van, ja, hey, sorry, maar ik was gewoon aan het googlen, jullie site, en toen naakte oma's. Dus mag ik, zeg maar, even mijn livestreamrechten terug, want als je 1 strike hebt, mag je niet meer livestreamen! Dat is de 2e stream ooit die ik probeer. Nou, wat mijn kanaal nu een strike hebt, is het voor mij onmogelijk om te gaan streamen op YouTube. Oftewel, de scheikunde stream gaat over enkele minuten beginnen. Ik ga toch gewoon even mijn frikandelletjes opeten. De scheikunde stream waar ik het examen maak, VBO 2017, tijdvak 1, begint over enkele minuten op Twitch. Ga alvast die kant op. Ik ga even mijn frikandellen op. En dan, dat is echt 9:10. Sorry voor de vertraging. Het ligt allemaal aan Google en hun naakte oma's. Tot zometeen. Yo!